Zouden mensen eigenlijk echt geloven dat we met de fiets naar Den Bosch zouden gaan? Ik denk het niet. Nee. Ja, dan moet je eigenlijk daar komen te staan. Oh, mag ik een voetbalijzerspiegeltje? Ja, dankjewel. We zijn nu in Den Bosch onderweg naar het Yats, waar de master van Data Science zit. Ja, en daar gaan we Janique verrassen. Zij is genomineerd door 5 vriendinnen. Maar nu zijn we in contact met Lisa. Zij is in ons complot om Janique even extra aan het zonnetje te zetten. Nou, laten we gaan. Let's go. Jullie hierbij komen staan? Vorig jaar. Wij zijn van de Momentum werkgroep en vanuit de Momentum for You hadden we begrepen dat je even extra in het zonnetje gezet moest worden dit jaar. Dus we hebben wat cadeautjes voor je. Je bent genomineerd door heel veel mensen, maar ook door Lisa. Dus zou je even willen uitleggen waarom? Ja, we hebben met de hele vriendengroep Janique genomineerd. Omdat ze altijd heel hard heeft gestreden voor de bachelor. Ook in de zomervakantie nog, in de laatste herkansingweek. En ook altijd heel veel werk heeft gedaan voor verschillende verenigingen. En we zijn heel trots op haar. Ben je verrast? Dit had ik niet verwacht. Ah, goed zo, mooi. Nou, feesten jongens. Hey! Jullie komen ook erbij. Kom maar gewoon. Dan is het weer een geslaagde verrassing voor ons. Dan gaan we weer door. Naar Intermaten. Ja, we gaan naar Intermaten toe. Dus wij pakken weer de tandem terug naar Eindhoven. Gaan we fietsen? Nee, denk ik niet. Nee, we pakken weer de trein. Maar we zien je op de campus. Nou, dankjewel dames. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wij gaan er weer vandoor. Yes. Op naar Eindhoven. Doei. Doei. Het gaat best goed op die tandem, hè? Ja, het gaat prima. We worden er geoefend in. Misschien willen we hem wel houden.